Oké, what up guys, het is je boy Ivan weer. En zoals gewoonlijk ga ik weer een nieuwe video of een nieuwe case study met jullie delen. Nu even context daarover. Die case study was eigenlijk bedoeld voor de leden in de privégroep op Facebook, waar ik deze skill aanleer aan de mensen die serieus zijn met e-commerce of gewoon Facebook ads en Google ads en het hele gebeuren. Maar ik had besloten van, weet je wat, waarom gooi ik deze case study ook gewoon niet op YouTube? Het is een beetje een andere methode. Zo ga je zien hoe ik een beetje ook meedenk en redeneer als het aankomt op Facebook ads, wat fenomenaal is. Ik probeer altijd ook mijn gedachten mee te geven bij de beslissingen die ik maak, omdat ik dat veel te weinig op YouTube zie. En dat zorgt er dus dan natuurlijk voor dat mijn video's iets langer zijn, maar ik krijg daar goede reactie op. Dus ik ga het gewoon blijven doen. Nu, pak een pen en papier. De video duurt even, maar het is ontzettend waardevol. Ook al zeg ik het zelf, er zijn nog ontzettend veel waardevolle video's in de cursus die ik heb gemaakt. Eigenlijk aan een spotprijs, niet 1000 euro, niet 200 euro, veel minder dan dat. Dus als je wil enrollen, stuur me een berichtje op Facebook. Of stuur een e-mail waar ik heel snel op antwoord altijd. Maar weer eens, met deze video ga je een beetje een kijk hebben voor wat ik met mijn studenten doe. En welke case studies, of hoe mijn case studies er allemaal uitzien. En ja, I hope it's worth it. Let's get into the video. So what up guys, het is je boy Ivan en ik zit vandaag op het grote scherm, dus ik ga heel veel naar hier zitten kijken, maar ik ben wel nog altijd bezig met jullie. Ik ga het zo eens proberen en zien of jullie dat leuker vinden of niet, maar zo kan ik eigenlijk mij gewoon meer focussen op het scherm zelf, zonder te veel naar mezelf te kijken, naar mijn handeling. Nu, ik heb hier een ad-account open en dat is het ad-account waarvan ik jullie eens had gezegd dat ik hier de methode van Luke en ik, die we niet hebben uitgevonden, het zal waarschijnlijk wel ergens bestaan, maar we hebben het nog niet gevonden op YouTube. Dus de methode die we aan het uitproberen zijn, namelijk heel veel data kopen in het begin voor een product dat eigenlijk al echt overgebruikt is en die jullie overal zien, om die dan toch alsnog winstgevend te krijgen. Waarom hebben we besloten om dit te doen? Gewoon simpelweg omdat we het eens op de luie manier wilden proberen. We dachten zoiets van, ja kijk, stel u voor, je bent heel slecht in product research, maar je hebt wel de fondsen om het te investeren, om het te backen. En dan wouden we, wouden we eigenlijk tonen van, als je de fondsen hebt, moet je gewoon eigenlijk een goede webshop hebben en gewoon een product en moet jij gewoon je data kunnen lezen. En deze toont ook gewoon nogmaals simpelweg aan dat Facebook heel belangrijk is in het proces. Quote-unquote, niet het belangrijkste, dus pas daarmee op, maar wel echt heel belangrijk. En dat je eigenlijk met Facebook alleen al heel veel zaken zou kunnen oplossen. Dus nu om gewoon eventjes terug in het ad-account te duiken en wat cijfergegevens te tonen. Hier zie je 10 februari 2020. Toen was er helemaal niks op de store. Ik zal even verfrissen voor de mensen die het moeilijk zouden doen. Ik weet dat ik het altijd herhaal, maar ik vind het gewoon heel jammer omdat ik nog altijd soms de vraag krijg van en je hebt dit niet getoond en je hebt dat niet getoond. En dan ben ik iets van, ja bro, kijk, waarom zou ik hierover zeveren? Zeker als ik jullie zou willen helpen. Ik zie daar het nut niet van in. Maar gewoon in ieder geval, het is refresh. Het zijn echte cijfers, niks meer gefoefeld. Ik denk niet eens dat je kan foefelen met een ad-account. Mensen gaan altijd iets vinden. Dus dit is de laatste keer dat ik daar iets over zeg. But let's head back into the ad-account. Dus 10 februari 2020, helemaal niks. Als je me niet gelooft. We hadden 1 campagne, maar die was gefaald. Als je me niet gelooft, we hebben nog altijd niks uitgegeven sinds begin februari. De eerste echte dag was 11 februari. Dus ondertussen, om exact te zijn 7 dagen geleden, zijn we begonnen met deze Spaanse webshop. En met als bedoeling natuurlijk gewoon data kopen en dan nadien op die data in te spelen. Nu, ik weet niet of ik jullie... ik zal het misschien heel rap doen door elke dag door om te laten zien dat we effectief niet winstgevend waren. 11 februari, zoals je ziet, 71 euro uitgegeven, niks terug. 12e, net hetzelfde, 100 euro uitgegeven. Oké, dan hadden we wel 2 aankopen, maar nog steeds niet winstgevend als je kijkt naar ROAS en zo. 13 februari, ook nog altijd verlies, dus 100 euro weer uitgegeven, maar 2 aankopen, dus ROAS ook 0,82. En in de normale strategie is dit het punt waar je stopt. Dus je gaat niet verder, je bent 3 dagen niet winstgevend,
Als je misschien één dag winstgevend was op break-even, kan je nog naar de vierde dag kijken. Maar zoals je kan zien hier bij ons net hetzelfde. €96 erin, €80 eruit. Nog altijd ROAS van 0,83. Dus in de normale strategie die ik jullie aantoon met de low-budget ad-strategie, videoserie, stoppen we hier. Gaan we over naar het volgende product. Of lees je data beter en ga je naar de fouten zoeken. Want dit is niet goed. 3-4 dagen verliesgevend zijn. Dan doe je iets fout of dan is het product gewoon niet goed genoeg. Maar nogmaals, om het eventjes aan te halen. Wij waren dus natuurlijk gewoon van het gedacht. We gaan erin pompen. Tot we zodanig veel data hebben. En daar gaan we dan op inspelen om het winstgevend te maken. Dus nu om een heel mooie schets te tonen. We zijn vandaag de 18e februari. Zoals je kon zien, we zijn de 11e begonnen. 11 tot 17, dus 6 dagen lang. Sinds de start van de store tot en met gisteren. Hadden we dus €826 erin gepompt, is er €959 uitgekomen met een ROAS van 1,16. Dus ik ga eventjes gewoon, of allee, ik ga even dieper in de cijfergegevens gaan, zodat jullie een beetje ook snappen waar ik naar kijk, wat ik aan het zien ben en wat eigenlijk goed is en wat ik allemaal aan het negeren ben. Want dat is denk ik ook wel belangrijk. En ik denk niet dat deze strategie heel relevant is voor de meeste mensen. But you never know als je opeens een groot budget krijgt. Of, I don't know, whatsoever. Als je gewoon een groot budget hebt, dan kan je deze wel toepassen. En dan is er geen excuus om te zeggen van, ja, kijk, nee, ik kan niet winstgevend adverteren. Dus eventjes kort weer een schets. 6 dagen lang geadverteerd, verliesgevend, €800 erin, €960 eruit. We hebben geen winst gemaakt tot nu toe. En dat in normale omstandigheden sucks. Maar goed. Dus nu 6 dagen lang hebben we dus gepompt. 800 erin gestoken. We hebben 2700 linkclicks. Dus dat is heel goed. Aan 32 cent. Dat is ook trouwens heel goed. Dat is heel laag. Kosten per unieke linkclick. Onze CTR is eigenlijk heel laag. Die moet echt wel 2% zijn. 2,5% of daarboven. 1,44% is heel laag. Betekent dus dat mijn ad, of de ad die ik heb gemaakt, niet aantrekkelijk genoeg is voor het publiek. Maar zoals ik weer aanhaal, deze campagne maakt niet uit. Het is niet dat we die winstgevend waren. We waren gewoon data kopen en tonen dat, ook al hebben we slechte cijfers, dat we hier geld uit kunnen maken. CPM, €3,48. Heel typisch voor in landen zoals Spanje, Italië, Duitsland, zelfs Frankrijk. Ga je zien dat de CPM's lager zijn. In België ga je hier misschien een hoger getal zien. Kan zijn dat je ook even laag zit, supergoed. Maar verschiet zeker niet als het rond de 6, 7, 8, 9, euro 10 zit voor België. Nu, kosten per add to cart, €18 zoveel. En kosten per checkout initiated, €7. Dus het ziet er heel raar uit. Waarom of hoe komt dat? We hebben op onze webshop eigenlijk direct van een knop onder de toevoegen aan winkelmand, hebben direct van koop nu. Dus wat is het verschil bij toevoegen aan winkelmand? Wordt het dus eerst toegevoegd aan winkelmand en wordt het dus geregistreerd omdat de pixel gaat vuren. Maar als mensen op koop nu drukken, gaan ze rechtstreeks naar de checkout. En zoals je kan zien, dus als je een normale funnel hebt, dus je hebt enkel add to cart en dan pas afrekenen, dan ga je hier altijd meer zien dan bij checkout. Maar bij ons is dit nu niet het geval, omwille van de uitleg die ik net gaf door de knop koop nu. Dus daarom is checkout initiated veel hoger dan de add to cart. Maakt op zich niet veel uit, want ik ga geen beroep doen op vergelijkbare doelgroepen van add to cart in een later stadium. Maar wel van checkout initiëren, omdat die net iets krachtiger zijn en omdat we die heel hard aan het voeden zijn, bewust, zodat hier een heel groot cijfer komt te staan. Daarmee het grote verschil, ik wou dat even toelichten. Nu, ik heb al aangehaald, we hebben €826 uitgegeven. We hebben daarvoor €959 teruggekregen. Niet winstgevend, 1,16 is de ROAS. Ik denk dat onze break-even ROAS, ik weet niet van buiten, ik denk dat die 1,50 moet zijn, whatsoever. Het is nu eigenlijk niet zo heel relevant, dus we gaan gewoon verder. We hebben 200.000 mensen bereikt ongeveer. Mensen die 95% van onze video hebben afgespeeld, 3.000. Mensen 75%, 6.000, 50%, 10.000, 25%, 20.000, met een frequentie van 1,21. Dus iedereen heeft onze ad 1,21 keer gezien. Als het niet logisch klinkt voor u, zoek het eventjes op, want ik ga het niet toelichten. Het is eigenlijk iets dom, maar ik kijk er graag naar. Dit is data. Dus wij hebben nu heel veel data gekocht en geen geld gemaakt. Om nu gewoon direct, of nog niet to the point te komen, maar om direct to the point te komen. Het lijkt nu
alsof wij 826 euro hebben verloren of uitgegeven zonder er iets voor terug te krijgen. Maar feitelijk hebben we niet 826 euro geïnvesteerd. En nu wordt het even heel technisch, dus volg. Of technisch voor sommigen. Onze break-even kost per aankoop, kost per purchase, zoals je hier in het R-account kan zien, is bij ons 25 euro. Dus dat betekent dat onze marge van het product 25 euro is. In simpele woorden, als onze kosten per aankoop hoger dan 25 euro is, zijn we verlies aan het maken. In dit geval is dit hoger dan 25 euro, 35 beter gezegd, bijna 36. Dus zijn wij verlies aan het maken op elke aankoop die we aan het maken zijn. Met de simpele reden, die moet onder onze marge zijn, die moet onder 25 euro zijn voor ons product. Bij elk product is het anders. Om ons winstgevend te krijgen. Maar nu gewoon om het helemaal te schetsen. We hebben niet 826 euro geïnvesteerd. We hebben veel minder dan dat geïnvesteerd. We gaan even de som maken, technisch. 23 aankopen aan 35 euro per aankoop. Ik ben gewoon aan het afronden. Is geresulteerd in 959, pak 960 euro in aankopen. Maar dat wil dus eigenlijk zeggen, aangezien onze break-even... aangezien onze break-even prijs 25 euro is en alles daaronder moet zitten, zitten 10 euro erboven. Dus in andere woorden, op elke aankoop die we aan het maken zijn, zijn wij 10 euro aan het verliezen. Dus dat wil zeggen, op deze 23 aankopen, die eigenlijk meer zijn, want Facebook trekt niet alles, maar eventjes zo, op deze 23 aankopen zijn we op elk van die aankopen 10 euro verlies aan het maken. Heel gemakkelijk dus. We hebben 23 aankopen, 23 maal 10 is 230. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat in plaats van 826 euro geïnvesteerd te hebben of erin gepompt te hebben, hebben we feitelijk maar 230 euro geïnvesteerd of erin gepompt. En ik ga dat nog eens heel kort herhalen, want ik weet dat het nu verwarrend klinkt. Maar ja, goed. Nogmaals, tweede run. Ik hoop dat je het gaat begrijpen, want dat is de bedoeling van dit alles. We hebben niet 826 euro geïnvesteerd. We hebben het wel uitgegeven, maar dat is niet wat we feitelijk verlies hebben gemaakt slash geïnvesteerd hebben. Allee, ik mag eigenlijk niet die vergelijking maken, maar sorry. Dit is gewoon niet wat wij geïnvesteerd hebben, 826 euro. Waarom? Want we hebben er wel 826 euro in gedaan, maar we hebben er wel bepaalde dingen voor teruggekregen, namelijk 23 aankopen, dat geresulteerd heeft in een omzet van 960 euro. Maar dan gewoon om enkel naar deze twee cijfergegevens te kijken, omdat deze het belangrijkste zijn. We hebben 23 aankopen gehad. Als we winstgevend zouden zijn, zouden die allemaal onder de 25 euro per aankoop moeten zitten. In dit geval is dat niet het geval, is het 35 euro. Dus dat wil zeggen dat we op elke, dus dat wil zeggen dat er 10 euro verschil is tussen de marge, 25 euro en 35 euro dat nu feitelijk is. Dus dat wil zeggen dat op elke aankoop die we maken, we 10 euro aan het verliezen zijn. Ik hoop dat jullie dat mee hebben. Dus in andere woorden, op elke aankoop, we hebben er 23 op in totaal, hebben we 10 euro verlies. Dus om de som te maken, 23 keer 10, 230 euro. Dat is hetgene wat wij dus eigenlijk feitelijk, als je erover nadenkt, hebben ingestoken op vlak van data kopen. Top. Ik ga hier niet verder dieper op ingaan, want ik weet niet hoe ik het gemakkelijker moet uitleggen. Maar als het nog niet duidelijk, alsjeblieft vraag dat in de reacties. En dan ga ik het proberen nogmaals toe te lichten. Of misschien is het iemand anders die het veel beter dan ik kan uitleggen. Dus ja, anyways, puntje bepaaltje. We hebben 230 euro erin gestoken om data te kopen, omdat we er al dingen voor hebben teruggekregen. Maar dus, dit waren de eerste 6 dagen. Nu, zoals je kan zien, heb ik dan gisteren op vandaag... 2 nieuwe campagnes gemaakt. Dus ik heb een CBO gemaakt van de 3 beste adsets in de LLA Spanje versie 1. En dan ben ik echt beginnen met testen. Dus in andere woorden, ik heb ik heb hier 15 adsets insteken. Lookalike audiences, dus LLA's. En met deze campagne zijn we dus echt aan het testen nu. Dus we zijn niet meer aan het investeren of whatsoever. We gaan zien of we dit product na al de data te kopen winstgevend krijgen.
En de CBO was gewoon eventjes heel roekeloos, omdat ik iets had van, ja, weet je, we hebben eigenlijk toch wel al 3 heel goede audiences in hetgene waar we budget wouden insteken. Dus we gaan gewoon proberen er een CBO te van maken en zien hoe het werkt. Vandaag is dus dag 1 van die campagnes. Dus de echte test en de CBO, die ons in principe winstgevend zou moeten krijgen. En we gaan even kijken hoe dat het aan het doen is. Dus momenteel, dus today, dus we gaan kijken, zijn we super goed bezig. En dat is fantastisch. Om gewoon het totaal te bekijken, we zitten op kost per aankoop onder de 25, zelfs onder de 20, 17 euro namelijk. En het heeft denk ik, dus hier staat 14 aankopen. Ja, daar staat 14 aankopen. Ik kan niet te veel onthullen, maar feitelijk zijn het er 16, zoals je kan zien. Dus het heeft zelfs 2 sales gemist. Maar desondanks dat die 2 sales heeft gemist, zijn wij heel winstgevend vandaag. Dus hebben we een ROAS van 2,50. Dus om gewoon met cijfers te rekenen, we hebben 240 euro ingestoken. We hebben volgens Facebook 599 eruit gekregen. Maar feitelijk is het 728. Dus dat is fenomenaal. Met dan een ROAS wat op Facebook hier staat, 2,50. Maar dat gaat meer leunen naar 2,80 of zelfs hoger. Dus dat is fantastisch. En dit is het resultaat van gewoon nadat we data hebben gekocht en nadat we echt zijn beginnen met het testen. So, that's, you know, that's a good thing. En dat toont gewoon ook weer aan dat de methode die we hebben uitgevonden slash nog niet hebben gezien online, ook werkt. Want dit is absoluut niet de eerste keer dat ik het aan proberen ben. We hebben het al op 4 andere shops gedaan, of 3, of 5 zelfs, maar gewoon we hebben het op andere shops gedaan. En het werkt keer op keer op keer op keer op keer. Nu, wat ik hier gewoon mee wil aantonen is met de video is, dat als je een product hebt, en dat als je degelijk genoeg wel weet, of als je goed genoeg weet hoe je een shop in elkaar moet zetten, maakt het niet zoveel uit welk product je hebt, maar maakt het wel heel veel uit dat je Facebook-advertenties snapt. En vanaf het moment dat je dat echt snapt, van A tot Z, ik geloof dat ik van A tot M het nu aan het snappen ben, dus ik ben er nog niet helemaal, maar ik denk dat ik er wel een heel goede understanding van heb, dan kan je wonderen zoals deze doen. En dat vind ik echt wel zeer magnifiek, omdat het is grappig, want als ik jullie na verloop van deze webwinkel, dat ik totaal geen brand van ga maken en totaal niet lange termijn is, het is gewoon even cashen. Als ik jullie op het einde van de rit toon welk product deze is, gaan jullie mij oprecht uitlachen, want ik denk iedereen die serieus is met e-commerce / dropshipping, heeft deze product sowieso al zien verschijnen. En wij zijn het gewoon super winstgevend aan het maken. Dus dat is cool. Dus ja, ik ga het eventjes verfrissen nog voor duidelijkheid. Dus je ziet 14 aankopen, we hadden effectief 16 aankopen. ROAS was een minuutje geleden 2,50, dus ik ga het nog gewoon daarop houden, 2,50. Feitelijk veel hoger, omdat onze aankopen veel hoger zijn. Maar dit is dus de kracht van Facebook Ads. Dit is dus de magie van Facebook Ads. 6 dagen lang even verlies. 230 euro feitelijk geïnvesteerd. En nu zijn we het er gewoon eruit aan het halen. Ik denk dat we vandaag het verlies van de 6 dagen die we hebben gemaakt, dat we die vandaag eruit gaan halen. En dan vanaf morgen zijn we gewoon winstgevend op heel de campagne sinds de start. So, that's a good thing. Dus guys, alsjeblieft, gebruik de informatie die ik aan het geven ben, die ik heb gegeven in de groep hier. Want het werkt, het is waardevol. No bullshit, no whatsoever. Gewoon echte getallen, echt geld, echte shops, echt businessmodel. So please take it seriously, want zoals ik altijd zeg, we leven in een gouden generatie en laat het niet te snel voorbij gaan. Peace!